Deze trainer gaat in november niet naar het buitenland. Nou ja, België is dan buitenland, maar dat is geen buitenland. Okay. Die blijft er juist bij. Spanje gaat gewoon naar Guinea. Dat had deze trainer ook kunnen doen. En dan was Jean-Paul Ducasso echt heel blij geweest. Maar deze trainer doet het niet. Okay. Want die weet dat. Dus ik denk ook aan de clubcoach. En deze trainer stuurt die mensen meteen weer terug naar de club als ze geblesseerd zijn. Dat heb ik als clubcoach nooit meegemaakt, hoor. Dus deze bondscoach denkt aan de clubcoaches. Hij praat nu dus over zichzelf, heb ik het idee. Hoor. Ja. Maar dat doet hij graag. Nee. Dat doet hij graag. Maar ik kan zeggen dat... Nee. Wat is er? Wat nee, is er? Er zijn maar twee die dat mogen doen. Dat is hij? Nee, Maradona deed dat ook altijd. Diego was heel goed vandaag. Ja. En Romario deed dat ook. Ja? Nou, wie moet dat niet doen? Nee, maar als normaal verstandige Nederlander... als je deze man zo over zichzelf hoort praten... Ja. Dan denk je, ja, die man die moet professionele hulp hebben. Die is de weg kwijt. Ja. Maar wat ik nog niet begrijp... Maar als die Louis nou met... Louis gaat met zijn vrouw naar bed, dat doet hij. Zou het? Ja, en dan is hij klaar. Zou deze trainer met zijn vrouw naar bed gaan? En dan is hij klaar. Dan zegt hij, hoe voor je Louis? Ja. Louietje was in vorm, hè? Nou, dat zegt hij. Dat ik zegt denk hij tegen. Dat het anders gaat. Tegen Truus. Nee, ik denk dat het veel arroganter gaat. Ja. Ik denk dat hij zegt... Nee, ik denk dat hij zegt niet. Tegen Truus... Zal deze trainer jou eens helemaal vol spelen? Nee. Giro 555, u kunt nog steeds sporten, dames en heren. U weet het wel, op de Filipijnen gebeuren hele vervelende dingen. En,